Gadverdamme. We hebben een huismuis. Wow. Gaaf. I can't stop this feeling. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met een sportsessietje. En een koffietje. Echt heel veel zin in. Ja, eerst koffie. Ja, Jola die heeft ook bootcampdag vandaag op school. En Jax is er ook vroeg bij vandaag. Die zit hier al de hele nacht. De hele nacht. En hij is nog steeds rustig zonder spring. Is het lekker? Ja, hij zat er zo lekker bij. We dachten, laten we gewoon zitten. Lekker hè? Yo, ik heb dus besloten om niet meer elke training die ik doe te gaan vloggen. Of filmen eigenlijk, wat ik doe. Want het is een beetje een soort flow training die ik doe. Je kan het eigenlijk wel gewoon de omgekeerde manier van de Schwarzenegger manier noemen. Wel. Work your butt off. I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that's when I start counting. Because that's when it really counts. That's what makes you a champion. That's the way it is with everything. No pain, no gain. Maar dan de omgekeerde manier. Dus eigenlijk gewoon heel chill en rustig aan. Voor mij doen dan. En wanneer ik echt ga knallen, dan zal ik hem wel weer wat vaker oppakken met routines of zo. Maar op dit moment is het gewoon heel wat ik hier ben. En nu ga ik verder. En dus niet meer op de vlog. Peace out. Eén ding is het wel. Knetter lekker wakker worden. Jax is alleen aan het slapen en altijd als hij slaapt dan wil ik eigenlijk editen en werken, mailtjes beantwoorden. You know the drill, dus nu hopen dat hij nog eventjes doorslaapt. En anders uitstellen tot vanmiddag. Kossie Pietje, het is al 12:15. Jola kan elk moment thuiskomen en ik ben nog steeds in mijn sportoutfit. Lijkt wel alsof het outfit of het day gaat worden, maar ik ga me nu echt omkleden. Eerst nog één broodje hummus. Ik heb er al een stort van 20 op, maar ik weet niet, ik blijf trek hebben. Dat komt ook door het sporten, denk ik. Deze ben ik dus vandaag aan het eten. Een beetje pittig, maar och, lekker. Weet je wat het met hummus is? Soms eet ik er vet veel van. En dan heb ik het weer een tijdje helemaal gehad. Dan duurt het echt weer een paar maanden voordat ik het weer eet. Jax die slaapt supergoed. Die ligt nu nog steeds lekker te slapen. Mijn andere meisje heeft een lekkere chilldag. We hebben natuurlijk wel de woensdag mama en Jola samendag. En Jola die moest voor Nederlands kindertheater, waar ze op zit, moest zij iets oefenen. En dat is Annie. Annie. Ja, Jola gaat de musical Annie doen op theaterschool. Dus toen zei ik, ja, maar laten we Annie gaan kijken. Het is een zwaar bestaan voor ons. We hebben gisteren bij de Albert Heijn bapau gekocht. Dus we gaan vegetarisch. En we mogen niet zeggen broodje papau. Broodje papau. Nee. Zo heet dat niet. Dat hebben wij gehoord bij Klokhuis. Klokhuis. Het betekent namelijk al broodje, dus dan zeg je 2 keer broodje. Nou, wie is hier nou de snackbar? Kijk. Dit zijn de broodjes. Eentje is met, nou, ze zijn allebei sowieso vegan, groenten. Groenten, ja, ze zullen gewoon verschillende soorten groenten zijn. Mag ik kijken? We gaan ze allebei gewoon maken. Die roze is lekker. Ja, je ziet gewoon de boontjes erin zitten. Echt super lekker. Ik vond wel de rode vond ik het lekkerst. Wel een beetje pittig, maar die vond ik wel het lekkerst. Slaapt hij. Nu slaapt hij. Oh. Je favoriete eten. Waarom zoveel bestek? Omdat wij ook nog een toetje hebben zeker, of niet? Nee, waarom zoveel bestek? Oh, omdat. Op mijn oma Jacqueline en Aaron hier eten, gezellig. Omaatje is zo blij. Nou, goedemorgen. Wat zeg jij? We hebben een huismerk. Nou, we hebben een hele la met snoep en chips en zo meestal. En daar zijn ze dus op afgekomen. En daar ergens hebben ze een holletje. En hoe ben je daar achter gekomen? Nou, achtergekomen... Ik heb er één gezien. En mama ook. Hier nog niet iets gehad. Laatste lekker. Laatste lekker? Ja joh. Oh, nee, nee, laat het hele huis overnemen. We hebben ze geen reden om hier terug te komen. Laat het hele huis overnemen. Gadverdamme. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen Jax. Ik ben Jax weer aan het dragen, want hij is een beetje snel verveeld. Hij heeft zoiets van, ja, na een kwartiertje heeft hij het wel weer gehad in de box. Dus dan ga ik hem maar een beetje rondveulen. Ik kan even een paar hele vette schoenen demonstreren. Die heb ik binnengekregen net. Deze van Nelson. En dat is dus de lijn van Moderosa. Waarschijnlijk hebben jullie wel gezien dat ik bij dat eventje was laatst. Waar ze ze allemaal liet zien. En dit zijn dus de Disney's die ik heb gekozen. Want die vind ik wel echt het meest bij mij passen. Lekker stoer. Dikke zool. En past gewoon bijna bij alles. Ik hou ervan. En deze heb ik van Come and Get Fashion. Ik zal in de link hieronder ook eventjes zetten waar je ze kunt shoppen. Want ze zijn zo cool. Ik ga ze heel even aandoen. Oh! Yeah! Aha, aha, aha. Oh. Gaaf. Jola, die is een partij jaloers. Die was net weer boos. Die kan ze natuurlijk nog niet aan. Dat is niet haar maat. The Galaxy. Guardians of the Galaxy. Dat is een leuk tipje voor als je nog eens een keer iets zoekt. I can't stop this feeling deep inside of me. Oega, 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 shaka, oega, 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 shaka. Gaan we. Best heavy zo je boodschappen doen. En ik schaam me wel een beetje, want ik gebruik Jax als tas. Lig je lekker onder het brood? Ik weet niet of dit verantwoord is. Sorry Jax. Ik heb vorige week natuurlijk super veel gedeeld met jullie over het schema van Jax. En deze week moet ik zeggen, gaat het echt super goed. Echt niet normaal. We zijn helemaal ons draadje aan het vinden. Going voor makkelijk. After workout dinner. Als je trek hebt. Yeah. Jax heeft iets nieuws. Hij wil niet echt starten, die motor, hè? Yoga was fijn, alhoewel het is eigenlijk meer een soort pilates of zo, want het is best wel heavy op sommige stukken. Maar ja, dat wil ik dan ook wel, want ik ga tegenwoordig op donderdag in plaats van maandag, omdat de lerares die op donderdag is, zet mij net even iets meer aan het werk. En dat vind ik wel fijn. Ik vind haar echt een hele goede lerares. En toen knalde mijn batterij eruit, maar ik wil nog heel even doei zeggen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer. Thanks, bye. Rock that joint. Ik heb een mandarijn, Twix of chips als toetje.